Bij heel veel mensen lopen de rillingen over het lijf als ze het woord hellingproof horen. Hij is natuurlijk super belangrijk en je komt hem best wel veel tegen in het verkeer. Bijvoorbeeld op zo'n dijkje zoals hier ook, maar bijvoorbeeld ook bij een spoorwegovergang. Dus ik ga even laten zien hoe die moet. Met het halfvuistje maak je weer de eerste versnelling. En vervolgens hou je je voet op de rem. Dus dit is je koppeling, dit is je voet. En vervolgens breng je de koppeling omhoog naar dat aangrijpingspunt. Het moment dat die auto gaat rollen. Dan hoor je de auto vaak een beetje kraken. Dan ga je voorzichtig je voet van je rem afhalen. En als het goed is, blijf je een beetje hangen of ga je zelfs een beetje naar voren toe. En daarna hoef je alleen maar goed gas te geven. Hoe steiler de helling is, hoe meer gas moet geven. En dan kan je rustig de koppeling verder omhoog brengen. Vergeet natuurlijk ook nog niet te kijken. Dus we gaan binnenspiegel, buitenspiegel, tooihoek, kniplichtje. Kijken of het gelukt is, beetje gas erbij. En rustig wegrijden. Dat is alles.